Goeiedag. Woensdag stond in het teken van prachtig lenteweer. Met in vrijwel heel het land van die strak blauwe luchten. Niet alleen hier in Rotterdam waar deze weerfoto werd genomen. En als je een plekje had opgezocht uit de wind en in de zon, dan was het ook echt wel aangenaam. Maar dat aangename lenteweer gaan we alweer kwijtraken. Want we krijgen met koude lucht te maken in de vorm van een koude put. En dat wordt in de meteorologie of in de weerkunde wordt dat ook wel een hoogtelaag genoemd. En dat is een verschijnsel wat op de weerkaarten vaak heel mooi terugkomt. Dus dit is wel een mooie gelegenheid om dat koude putje eens in wat meer detail te gaan bekijken. En dan begin ik gelijk even met de bovenlucht. 500 hectopascal, dat is ongeveer 5,5 kilometer hoogte. Dit is een berekening van het Amerikaanse weermodel. Dan zien we die koude put, een soort bubbel met koude lucht, zien we op die weerkaart ook heel mooi terugkomen. Hij ligt hier woensdagmiddag net ten oosten van ons land. En op het koudste punt in die koude put zien we zelfs temperaturen van min 32 graden. Nou, zo'n koude put ontstaat vaak als we te maken hebben met een hoge drukgebied. Die is in dit geval ook aanwezig boven Scandinavië. Met daaromheen een noordoostelijke stroming die koude lucht vanuit de poolgebieden transporteert richting het zuiden. En in dit geval is die koude lucht een beetje losgekoppeld van dat hoge drukgebied, een beetje afgesnoerd, is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. En dat zien we hier dus op de weerkaart terugkomen. En dat wordt in de meteorologie ook wel een hoogtelaag genoemd, omdat het dus hoger in de atmosfeer wel die kenmerken heeft van een lage drukgebied. We zien het hier ook aan het drukpatroon. Het heeft echt zo'n cirkelvormig karakteristiek uiterlijk. Nou, als we dan even gaan kijken hoe dat hoogtelaag zich in de tijd gaat ontwikkelen, dan zien we hem van oost naar west trekken. Dat is ook vrij ongebruikelijk, omdat het meeste weer zich van west naar oost afspeelt. Denk maar aan al die lage drukgebieden die vanaf de Atlantische Oceaan komen. Nou, op de wat langere termijn zien we dat die koude put in westelijke richting wegtrekt. De angel gaat er een beetje uit. Maar daarna is het nog niet gedaan met die koude lucht. Want op de wat langere termijn krijgen we met de noordwestelijke stroming te maken opnieuw die koude lucht vanuit de poolgebieden, maar dat wordt dan over het relatief warme water van de Noordzee getransporteerd. En dan krijg je dus die ontwikkeling van talrijke buien met ook hagel en kans op een klap onweer. Dus die koude lucht hoger in de atmosfeer blijft ons de komende 10 dagen nog wel parten spelen. Nou, dit is het patroon op 5,5 kilometer hoogte. Maar als we dan wat dichter bij de grond gaan kijken wat het voor impact heeft op ons weer, dan zitten daar wel wat verschillen tussen. Ga ik eerst een klein stukje afdalen in de atmosfeer. Naar 850 hectopascal is ongeveer 1,5 kilometer hoogte. Dit is een berekening van het Duitse weermodel. Heeft een iets hogere resolutie dan het Amerikaanse weermodel. Dus we zullen hier ook iets meer details gaan zien. Op woensdagavond is die koude bubbel ook heel mooi te herkennen. Die trekt dan van oost naar west over Nederland. En dan zien we daarna op 850 hectopascal de temperatuur ook vrij snel weer oplopen. En op zaterdag dan is die koude put boven de Britse eilanden aangekomen en is die ook niet meer zo heel duidelijk te herkennen als echt die bubbel met koude lucht. Nou, als we dan nog wat verder gaan afdalen en we komen op zeeniveau uit, pak ik even het Amerikaans weermodel er weer bij met de luchtdruk en de weergebieden die daarbij horen, neerslag- en bewolkingsgebieden, dan valt op dat die koude put aan de grond eigenlijk vrijwel niet meer te herkennen is. Die karakteristieke cirkel, die lage drukke kenmerken die we hoger in de atmosfeer wel zagen, zijn op de grond eigenlijk niet of nauwelijks meer te herkennen. We zien hier boven Duitsland wel nog de regengebieden die daarbij komen kijken, maar echt die druklijnen, die cirkel, die is niet meer zichtbaar. Nou ja, die neerslag van dat hoogtelaag, die gaat ons wel nog parten spelen, want dat gaat donderdag over ons land trekken. Daarna komen we tijdelijk in een zuidoostelijke stroming terecht. En met die zuidoostelijke stroming wordt ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Dus na dat koude weer op donderdag gaat de temperatuur toch wel weer een klein beetje oplopen door die zuidoostelijke stroming. En dat zal vooral op vrijdag en zaterdag aan de orde zijn. Helemaal droog blijft het dan niet, want dan zullen er ook nog wel wat buien tot ontwikkeling komen in die wat zachtere lucht.
En vanaf zondag gaat het patroon dan weer kantelen. Dan komt die noordwestelijke stroming er geleidelijk in. We zien hem hier al tot ontwikkeling komen. Die buien die boven de Noordzee gaan ontstaan. En dat gaat dus aan het begin van de nieuwe week ook voor flink wat wisselvalligheid zorgen. Buien met hagel, onweer. Dan kunnen we toch van tijd tot tijd wel wat regenwater verwachten. Nou, dan nog even de temperatuur erbij pakken. Wat is dan het effect van die koude put aan de grond? We zien op donderdag wel een dipje van de temperatuur. In de middag, in het midden van het land, 10 tot 12 graden is de absolute max. Daarna komen we in die zuidoostelijke stroming terecht. Zien we op vrijdag en zaterdag even een stijging van de temperatuur. Maar daarna komt die noordwestelijke stroming er weer in. Dan gaat de temperatuur weer een flinke duikeling maken. Zullen we in de middag opnieuw met 10 tot 12 graden genoegen moeten nemen. En pas op de langere termijn gaat de temperatuur weer wat oplopen. We krijgen dus donderdag met een koude put te maken. Zorgt ook voor een dipje van de temperatuur. Tijdelijk wat zachter, maar daarna toch weer relatief fris lenteweer.